In deel 2 gaat het Feelgood TV-team met Jan Zegwaard naar de plek waar Radio Jupiter uitzond, nabij de uit 1630 afkomstige boerderij Bijdorp aan de Hoogse Weg, die nu bewoond wordt door de familie van Buren. Lang geleden behoorde deze toe aan de opa van Jan Zegwaard. Die heeft in de oorlog meerdere onderduikers durven op te nemen en heeft hier een speciale oorkonde voor gekregen. Hier gebeurde het. Hoogseweg 2. Hoogseweg 2. Ja, toen was het nog Klaphuizenweg nummer. Ja, ik weet het niet meer. Maar daar stond de caravan. Die heeft denk een jaar gestaan en daar zijn we de eerste keer opgerold. Toen kwamen ik was er zelf niet bij. Maar wat ik begrepen heb, dat de politie van alle kanten kwam. Die kwamen dan van achter de boerderij, daar. Ze kwamen overal vandaan. Ze dachten echt dat ze met criminelen te maken hadden. Maar dat was niet waar. We waren gewoon een paar aardige jongens die plaatjes draaien. Dat is 12 oktober 1980. 12 oktober 1980. En ik meen te herinneren dat we dan die woensdag erop met vette letters op de voorpagina van het Telstar stonden dat we er niet meer waren. Maar dat was een verkeerde inschatting. We zijn gewoon verder gegaan. We bleven doorgaan. We bleven wel doorgaan. Veel verhuisd. De caravan die hebben we hier weggehaald. En ik geloof dat we toen naar de Overgouw zijn gegaan, naar een boerderij. We belden gewoon aan. Ze zeiden, we zijn bij Radio Jupiter en we zoeken een plekje om uit te zenden. Nou, leuk. Kom verder. Dan stond hij daar weer. Maar hier hebben we langs de tijd gezeten. Dat is de oude boerderij van mijn opa. De boerderij van je opa? Ja. Die zat er toen al niet meer hoor. Toen zat Joop van Winderen. En die was nog makkelijker dan mijn opa. En die vond het ook geweldig. En die hebben ze ook mee willen nemen, maar die ging niet mee. Ja. Leuke tijd. Maar Arie van der Kooi die was niet zo moeilijk. Die had twee grote honden. En die liet die honden los. En die gingen die politieagenten achterna. Dat was niet zo'n succes. Ja. Ja, leuk. Ik kan me ook indenken dat ze des te meer behoefte hadden om jullie aan te pakken. Ja, Jan, ik heb begrepen dat het mogelijk was om verzoekplaatjes aan te vragen. Maar ik vroeg me af, hoe gebeurde dat dan? Omdat jullie allemaal schuilnamen hadden. Dus oh. Hoe was je dan bereikbaar? Oh, ja. Nou ja, dat was niet zo moeilijk. Op zondag overdag riepen we gewoon een telefoonnummer op waar je naartoe kon bellen. 4826, om me goed te herinneren, was dit nummer van Nico. En hier binnen stond een cassettedek en al die gesprekken die namen op cassettes. En zo konden ze de hele dag bellen. En we namen maar de gok dat ze er niet achter kwamen bij welk telefoonnummer we welk persoon hoorden. Althans, we hebben er nooit problemen mee gehad, maar we wisselden heel vaak. We deden wel eens bij mij thuis, bij Robert thuis, bij Nico thuis. En ze konden gewoon de hele dag bellen. En we konden dat uiteraard niet bij de zender doen, want dan was de kans wel erg groot dat ze erachter kwamen op welke locatie we zaten. Maar dat was hartstikke leuk. Zo gingen we soms met honderden cassettes naar de caravan toe met al die telefoongesprekken. En er werden zondagmiddag tussen 4 en 8 s'avonds of zo met al die gesprekken afgedraaid en al die verzoekplaten die ze hadden aangevraagd. Het leuke is dat ze al die vuilniszakken met cassettes in beslag hebben genomen. Ik vraag me alleen af wat ze nou hebben gedaan met al die cassettes. Allemaal afgeluisterd op bureau, ik weet het niet. Zeg Jan, nou heeft het maar erg kort geduurd, hè? Het avontuur van Radio Jupiter. Een jaar of twee. Een jaar of twee? Ja. Dat is inderdaad kort. Nou ja, goed, we hadden best wel verder willen gaan, maar dat ging eigenlijk niet meer. Het was elke zondag was het oorlog met de politie en de radiocontroledienst. Die radiocontroledienst, die hebben natuurlijk best wat succes gehad in Den landen. Ja, helaas. Maar ze hebben het best moeilijk gehad met Radio Jupiter, geloof ik. Daar hebben ze het heel moeilijk mee gehad, volgens mij. Ik kan me herinneren dat er een nieuwjaarsbericht in de Telstar stond. Dan mocht iedereen een nieuwjaarswens doen. De burgemeester, de horeca en de politie ook. En daar stond in dat ze toch hoopten op een betere medewerking met de Jupiter Groep. Dat soort Jupiter Groep hadden ze erbij gezet, alsof we een criminele organisatie waren. En dat vond ik wel frappant, maar hij was niet gecharmeerd van ons. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat we hem dat niet makkelijk hebben gemaakt. Want we hebben nepzenders mee laten nemen. We hebben hier in een auto met een zender rondgereden en ze konden peilen wat we willen, maar we zaten constant ergens anders. We hebben
muziek van andere locaties aangestraald naar zenders, dat hij eigenlijk helemaal niks had. Alleen een zender en een ontvanger. Later kwam hij daar ook weer achter dat hij ook weer naar die steunzenders moest gaan zoeken. En wij luisterden naar de politieradio, dus wij wisten precies wat hij deed. En het was elk weekend was het gewoon even naar de Korteweg en kijken of daar een rode Ford Granada stond. En als dat zo was, dan kon je de klok op gelijk zetten dat ze kwamen peilen. En dat was heel makkelijk. Het politiebureau was toen nog op de Korteweg? Was op de Korteweg, ja. En die Ford Granada, daar gingen ze aan rijden. En daar zaten dan twee mensen achterin en eentje achter het stuur. Maar aan de bijrijdersstoel zat er helemaal niemand. Dat is natuurlijk heel raar. Maar op die bijrijdersstoel, daar stond alle pijlapparatuur. En dan gingen ze op pad. Hij probeerde het eerst al zelf, Daan. Die ging over de Klapwijkse weg gaan en weer terug. En hij wist wel een beetje welke hoek hij moest zoeken, want die zender werd steeds sterker. Maar uiteindelijk kon hij het niet vinden. We hebben ook wel eens in een tent in een bomengaard gezeten. We hebben die caravan regelmatig versleept. Die heb ook wel eens op andere boerderijen gestaan. Aan de Overgangse weg heb die gestaan. We hebben Arie van der Kooi gezeten. Die vond het helemaal prachtig. Dat was weer Klapwijkse weg? Dat was weer Klapwijkse weg. Toen zijn we weer teruggegaan naar de boerderij aan de Hoogse weg. We hebben bij een caravanbouwer gezeten. We hadden die caravan, dat was ook aan de Klapwijkse weg. Echt in het Berkelaantje, toen de tijd. Een caravanbouwer. Daar hebben we de caravan gewoon tussen gezet. Dat viel niet op. Creatief. Ja. Want als de spullen in beslag genomen werden, dan was dat natuurlijk een behoorlijke schadepost. Nou, de eerste keer wel, want we hadden wel een complete studio in die caravan staan. En eigenlijk hadden we er niet op gerekend, want we waren toen al, ik denk, 1,5 jaar bezig. En we hadden best wel een goede zender, goed van kwaliteit. Qua storing wat dat betreft. En ergens oktober 1980 hebben ze een inval gedaan in de caravan. Volgens mij zijn ze met 20, 30 man de politie aan alle kanten binnengevallen. Ze dachten werkelijk dat we de grootste criminelen waren. Nou, daar zaten wij als stondapen van 17, 18 jaar. Wat is nou voor jou het leukste wat jij kan herinneren bij Radio Huppeté? Is dat per definitie dat je dan achterna gezeten werd? Eigenlijk wel. En dat je de radiocontroledienst te slim af was? Ja, ja, we hebben een hele bewaking. Laat maar oprollen. En volgende week gaan we weer verder. Desnoods dezelfde dag op een andere locatie. Maar de allerlaatste keer, toen wouden we meneer Daan echt een hak zetten. Toen hebben we bewakingdienst opgesteld met z'n allen met walkie-talkies. En we begonnen 's morgens met uitzenden. En de locatie was van onze uitzendlocatie van twee kanten te bereiken. En toen hebben we met walkie-talkies elkaar gewaarschuwd. Toen hebben we die zender weggehaald. Als het ware zelf? Ja, hebben zelf de zender uitgekomen. Alleen de zender, de rest van de apparatuur laten staan. Robert is met een speer die zender het wijkant ingelopen. Ik ben de andere kant uitgelopen om de politie om de tuin te leiden, want die gingen met z'n allen achter mij aan natuurlijk en die grepen midden kladden. Ik zei, nou wat kom je doen? Ik loop hier te wandelen. Dat is niet zo. Nou, uiteindelijk was er de apparatuur gevonden, maar geen zender. Laaiend was die. De zender was weg. Dus ja, ik zat daar zo lekker. Nou, dit is nou, meneer Daan, dan bent u wat kwijt, zei ik dan ook nog. Het was niet zo om wat te zeggen. En op een gegeven moment kwam er een bus aanrijden. En daar stond op speurhond Nero. Dus een hond die op de hele middag lopen zoeken en snuffelen uit te zenden, maar ik kon niks vinden. We zijn natuurlijk ook voor geweest. Ja? Ja, uiteraard. Want hij vond dat het een zender was. Nou, die was er niet. Want die zender was weg en we hebben alle spullen teruggekregen. Dat was wel leuk. Maar Daan heeft me één keer gepakt bij Arie van der Kooi. Ik was de band om draaien. En Daan kwam binnen met zijn gevolg. Hij brak de deur in. En hij zei, zo zeg maar, eindelijk heb ik je, zei hij. Nou, toen ben ik geboeid afgevoerd. Echt waar, met boeien. Maar hij had ook geen verstand van het spul, hij vond het eng. Hij zei eerst tegen mij, koppel jij die zender af? Ja, dat is goed. Ik zeg, dat doe ik wel. Dus ik sleutelde, maar ik had de jas aan. En het enige strafbare van de hele zender, als hij zo groot is, maar zo'n dingetje. Dat is het hart van de zender. Dus ik koppelde alles af, de zender ging uit en ik heb dat ding in de binnenzak geduwd. Ja. Ik denk, zo. Tascasie. Dus ik werd geboet afgevoerd met de zender in de binnenzak. Nou, politie aan macht bij Arie van der Kooi. De burgemeester kwam ook even polshoog te nemen uiteraard, want ja, we waren een criminele organisatie. En ik werd natuurlijk afgevoerd naar het politiebureau in die bus.
En toen moest ik de cel in. En toen moest ik mijn schoenen uitdoen. Toen moest ik mijn riem uit mijn broek. En mijn jasboek uitdoen. Eigenlijk zo alles kwaad op de grond. Valt die stuurzender eruit. Ik denk, shit. Hij zegt, wat is dat? Ik zeg, dat is een antenneversterker. Daar geloof ik niks van. Nou, dat hebben dus 4 uur gekost in die cel. Toen ging die deur open. Toen was er iemand van de radiocontroledienst. Die had onderzoek gedaan. Die kwam toch achter dat het een zender was. Ja, nou, ik zeg, voor mij is het altijd even zeggen. Zeg, is niet waar. Nou, die zit al uren op het bureau. Ik heb daar wat op het bureau moeten zitten om verklaringen af te leggen. En dan stonden er ook, als er opgerold waren, mensen buiten met spandoeken. En dan zei hij, zeg, oh, je vrienden staan buiten. Ik zeg, maar ik ken ze niet. En hij maar tikken. Ja, bent u van Jupiter? Ik zeg, nee, luister eens, maar ik heb er niks mee te maken. En dat laaiend was hij. Hij ging ook wel eens weg. Er zat dan een vriendelijk agent, die gaf me dan koffie. En toen ging ik dadelijk weg, die stond kwaad op, maar stomme dingen zei. Toen zei die agent, ik zeg dan gewoon dat je erbij zit. Zet hij er toch op bij dat? Ik zie, je maakt me zo kwaad. En toen zei ik, volgens mij werd er wel de Starsky Hutch gekeken, zei ik tegen hem. Die dacht zeker dat ik tegen hem gezegd dat ik het wel was. Toen kon ik gelijk gaan. Heb je ooit boetes gekregen? 1 keer. 600 gulden. 600 gulden? Ja. Op geld? Ja, was op geld. Ja, dat keer bij Arie van de Kooi. Een jongensboek. Dat is een jongensboek. Ja. En dat allemaal tijdens schooltijd, dat is nog het leuke. Ja. Dus daar kwam niet zoveel meer van. Mooi. Radio Jupiter, smijtschijf. Leuk hè? Zo deden we dat vroeger. Naughty boys in nasty school.